Goed, kampioen in de vierde klasse, hoe voelt dat? Nou, dat voelt met name trots omdat wij dat met eigen spelers gedaan hebben. Die wij eigenlijk van jongs af aan hier bij de club hebben gehad. Zelf getraind, zelf technisch vaardig gemaakt. En eigenlijk is dat de grote trots die wij hebben op dit moment. Dat het onze eigen jeugd is die nu in het herenteam kampioen is geworden. Dus in feite uit eigen opleiding om het woord te gebruiken. Ja, uit eigen opleiding. En ik denk dat dat toch datgene is wat je als vereniging na wil streven. En wat in honkballand ook best wel bijzonder is. Hoe is het hier gesteld in Winterswijk? Met het honkballen op zich. Ja, we hebben één club. Sterker nog, deze club is de enige in de Achterhoek. De eerste volgende vereniging kom je tegen in Dieren. En dan gaat het al gauw richting Enschede, Almelo, Hengelo. Dus in de Achterhoek zijn wij de enige. Dus dat betekent dat u dan ook veel reizen moet elke week? Ja, maar goed, ook dat is weer een voordeel als je speelt met eigen jeugd. Vanaf jongs af aan zijn ze al gewend. Voor een wedstrijd moet je eerst een uur in de auto zitten. En daardoor is de bindende club is ook wel heel goed. Ik denk dat dit de sport is waar tactiek misschien wel de grootste rol speelt. Het gaat erom van... Hoe kun je de werper bespelen? Hoe kun je de slagmensen bespelen? Hoe kun je, als je lopers op de honk hebt, ervoor zorgen dat ze thuiskomen? Hoe kun je op een gegeven moment een tegenstander ook afmatten? Zodat op een gegeven moment de pitcher vermoeid raakt. Al dat soort dingen spelen bij honkbal een buitengewoon belangrijke rol. Het is daardoor voor de neutrale toeschouwer ook wel eens niet zo toegankelijk. Maar ik zou dan zeggen, kijk een paar keer vaker...
vraag een keer wat er allemaal speelt en het zal des te interessanter worden. Het is een mooie afsluiter van deze wedstrijd en van dit behalen van die titel. Ik feliciteer u en ik wens u natuurlijk succes verder. Hartelijk bedankt. Kampioenen! Kampioenen!